Welkom allemaal. Het is vrijdagmiddag 10 juli 2020. Ik zit hier met professor Paul Cliteur en Raisa Blommestein. Paul Cliteur, hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden en senator bij Forum voor Democratie. Raisa is promovendus op de Universiteit Leiden en tevens academisch publicist. Mijn naam is Bart Kollard. Ik promoveer ook op de Universiteit in Leiden en ik ben auteur bij onder andere The Post Online. We gaan het vanmiddag hebben over de kwestie rondom bol.com. Er is recentelijk veel aandacht voor geweest over boeken die uit het assortiment zijn gehaald. Er is wat discussie geweest over vlaggen die daar te koop zijn. Wat betekent dat nu? Nou, ik zal jullie eerst meenemen in een korte historie, in een korte samenvatting van wat is de laatste 2, 3, 4 maanden gebeurd rondom dit bedrijf in de context. En daarna zullen we het met z'n drieën hierover gaan hebben. Nou, in februari 2020 riep het Nederlandse Auschwitz-comité de webwinkel bol.com op om niet langer antisemitische boeken te verkopen. En aanvankelijk reageerde bol.com dat ze daar geen gehoor aan zouden geven omwille van de vrijheid van meningsuiting. Wel plaatste bol.com een disclaimer bij een aantal boeken. Nou, die disclaimer varieerde een beetje van boek tot boek, maar de kern was ongeveer hetzelfde en ik zal er eentje citeren. Bol.com verkoopt miljoenen boeken. Als bol.com staan we niet achter alle boeken, in het bijzonder als ze schadelijk zijn of mensen kwetsen. We beschouwen het echter als een groter gevaar om te gaan bepalen welke informatie Nederlanders en Belgen tot zich mogen nemen. Daarmee ondermijnen we het vrije woord en de democratie. Nou, dat zijn mooie woorden, zo zou je kunnen denken, maar is dat ook zo? Wat betekent het nou als er zo'n disclaimer wordt gegeven door de verkoper van die boeken? En hoe wordt bepaald bij welke boeken zo'n disclaimer terechtkomt? Nou, sommige boeken waarvan je ook zou kunnen betwijfelen, hè, van is die context zo wenselijk, de Koran of boeken van Al-Qaeda-leider Ayman al-Zawahiri, moslimbroeder Sayed Qutb, of het militante handboek van Antifa, die zijn ook gewoon te koop bij bol.com zonder disclaimers erbij. En laat ik direct zeggen, ik denk dat het een goede zaak is dat boeken gewoon te koop zijn. Maar Atje Kuiken van de Partij van de Arbeid, die diende onmiddellijk schriftelijke vragen in bij de minister. Want zij wilde de verkoop op natieboeken, zoals ze ze noemden, strafrechtelijk verbieden. Omdat ze het zeer ongewenst vindt dat het gedachtegoed uit dit soort boeken wordt verspreid. En op een gegeven moment ging bol.com mondjesmaat stilletjes aan, zonder daar aandacht aan te besteden, langzaamaan boeken uit het assortiment verwijderen. Nou ja, naast boeken verkoopt bol.com, zoals ik in het begin al zei, ook nog andere producten, zoals iedereen weet, waaronder ook vlaggen. En recentelijk ontstond er ophef over de verkoop van de Amerikaanse Confederatievlag. Nou, die vlag die wordt in de zuidelijke staten van de VS soms nog trots gevoerd, maar die is ook symbool komen te staan voor tijden van slavernij. En tussen, je ziet dat er meerdere kampen zijn van mensen die daar van alles van vinden en daar ontstaat discussie over. Nou, Twitter liet bol.com over de kwestie rondom die Confederatievlag weten. Eigenlijk, en dan citeer ik weer, eigenlijk valt het best mee tot hoeveel problemen het leidt. En dan met het is eventjes mijn interpretatie het niet meer aanbieden van producten. Dus eigenlijk valt het niet meer mee tot hoeveel problemen het leidt. Er is discussie op Twitter en dat is natuurlijk altijd goed. Maar verder zijn er geen schokkende dingen gebeurd sinds we bepaalde artikelen niet meer aanbieden. Nou, is die positie zo onschuldig als ze lijkt of is er veel meer aan de hand? Nou, dit is waarover ik vandaag in gesprek ga met Paul Cliteur en Raisa Blommestein. En ik wil eigenlijk gewoon vragen wie van jullie zou als eerste hierop willen reageren. Nou, ik heb wel meteen een punt om ook in te haken op de laatste vraag die je ook stelt aan de hand van wat bol.com ook zelf zegt. Hè? Van ja, er zijn geen schokkende dingen gebeurd. Is dat eigenlijk zo? Is het zo dat, ja, wat bedoelen ze nu met schokkende dingen? Bedoelen ze dan dat er, ja, dat de democratie op een bepaalde manier ondermijnd wordt? Bedoelen ze iets anders? Als ze dat eerste bedoelen, dus als ze bedoelen, er zijn geen schokkende dingen gebeurd wat betreft het vrije woord en de ondermijning van democratie, dan zou ik toch wel willen zeggen dat er nog wel wat vraagtekens zijn te plaatsen bij die, ja, bij dat standpunt van bol.com. En ook dat wat zij dan zeggen van ja, het zijn wat vragen van mensen op Twitter. Ik denk dat we dat echt wel breder kunnen trekken. En dat het niet alleen gaat om een aantal
vragen van mensen op Twitter, maar eigenlijk een veel breder maatschappelijk fenomeen. En dat het ook de discussie moet openen naar, ja, wat is nu eigenlijk democratie? En wat betekent het vrije woord bijvoorbeeld, of het verkopen van boeken? Mm-hmm. Dat zou mijn eerste opmerking zijn. Ja, dank. Ja, Paul, in hoeverre moet je boeken, vlaggen of andere producten nou uit het assortiment gaan verwijderen als er ophef is of controverse? Zou je misschien je gedachten daarover met ons willen delen? Ja, je stelt eigenlijk drie punten aan de orde. Eerst boeken, twee vlaggen en als derde moet controverse ons voornaamste punt zijn waar we op aanslaan. Mm-hmm. Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat ik werk al meer dan 30 jaar aan de universiteit. Mijn hele huis staat vol met boeken. Ik heb eigenlijk mijn hele leven de boeken kunnen lezen die ik interessant vond, of waar ik dacht dat ik iets aan zou kunnen hebben, of waarvan ik dacht dat ze belangrijk waren om van de inhoud kennis te nemen, om daarover te onderwijzen aan studenten. En ja, dat is eigenlijk een leven dat gebaseerd is op het uitgangspunt van wat je dan enigszins chic zou kunnen noemen. Het recht van het vrije onderzoek, beschermd door de academische vrijheid. En ja, dat staat hier dus nu ter discussie. Dus op basis dus van deze mevrouw Kuiken, die heeft dan, begrijp ik, heeft hier dat aangezwengeld. Maar ja, ik vraag me een beetje af hoe ze zich dat precies voorstelt. Als je bijvoorbeeld, om maar iets te noemen, daar blijkt het dus over te gaan, over boeken met een nationaal-socialistische signatuur. Het nationaal-socialisme is een verschrikkelijk verwerpelijke ideologie. Die ideologie die heeft, die is ontwikkeld dus zo vanaf de, laten we zeggen, vanaf de jaren 1933 tot 1945, heeft een enorme invloed gehad. Je moet toch weten wat die ideologie inhoudt en je moet ook weten waarom dat zo verwerpelijk is. Je moet er kennis van kunnen nemen, je moet het kunnen bestuderen. En als je het dus niet kan bestuderen en je kunt geen lering trekken uit de geschiedenis, dan ben je eigenlijk voorbeschikt om de geschiedenis te gaan herhalen en zou je weerloos worden tegen een eventueel nieuw nazisme, omdat je het helemaal niet kunt herkennen, dat je de ware aard ervan niet, als je de ware aard er niet van hebt kunnen bestuderen, ja, dan is dat nogal problematisch. Ik ben zelf nogal beïnvloed door het werk van Christopher Hitchens, die ook een apologeet was van de vrijheid van meningsuiting. Met name in perioden waarin dat ernstig weer op de tocht staat, zoals tegenwoordig. En die zei dat hij heel veel geleerd had van de dagboeken van Joseph Goebbels. Ja, ik weet op dit moment eigenlijk niet meer of ik nou in deze video wel kan verklaren dat ik ze ook heb op de plank heb staan. Nou ja, laat ik het maar bekennen. Ja, want ik heb dat aangeschaft. Hè? ik heb het overigens niet aangeschaft bij bol.com, maar ik heb het aangeschaft toen ik daar in Duitsland was, in een grote Duitse boekwinkel. Gewoon omdat ik dus gehoord had, dat is van belang dat je daar kennis van neemt. Ja, dat zou dus allemaal niet meer kunnen. Dat lijkt mij heel problematisch, maar eigenlijk ook een gevaarlijk wat er hier is voorgesteld. En nog gevaarlijker dat het ook enig effect heeft. Want wat is het grote gevaar daarvan dan? Nou, het grote gevaar is dat we uiteindelijk komen te leven in een wereld waarin het kwaad is uitgefilterd, omdat we, ja, daar hebben we geen kennis meer van kunnen nemen. En dat moeten we juist wel doen. Overigens niet. Ja? Nou ja, overigens niet alleen ten aanzien van het nazisme, maar ook ten aanzien van andere gevaarlijke ideologieën. Vanaf 1989, de fatwa over Salman Rushdie, worden we geconfronteerd met een ideologie die door de AIVD wordt aangeduid als jihadistisch terrorisme. Dat is invloedrijk. En dat moet je dus bestuderen. Dus je moet ook, vind ik, de verzamelde toespraken van Osama Bin Laden, die heb ik ook staan, die moet je bestuderen om te zien hoe die hele radicale islam, hoe die Osama Bin Laden zich dat voorstelt. En je verwees net zelf in de intro naar Zawahiri. Ook dat moet je bestuderen. Je moet eigenlijk ook de geschriften van Ayatollah Khomeini kunnen bestuderen. Als je wilt weten waarom die Khomeini een doodsvonnis uitvaardigt over Rushdie, dan is het eerste wat je moet gaan doen, de geschriften van Khomeini gaan lezen, hè, om dat te begrijpen. En dat zijn natuurlijk allemaal
geschriften waar, ja, die zijn verwerpelijk en er wordt aangezet tot haat. Maar niettemin, je zou weerloos worden tegenover deze ideologieën, denk ik, als je ze niet in hun ware aard kunt herkennen. Ja. Ja, misschien als ik daarop zou mogen reageren. Wat ook een heel interessant punt is in dit verband, is dat onder andere minister Grapperhaus ook heeft gereageerd op die vragen die Artje Kuiken, dus dat Kamerlid van de Partij van de Arbeid, heeft gesteld. En hij stelt zich daar eigenlijk op het standpunt, en dat is een standpunt wat we ook een beetje terugvinden in wetsgeschiedenis bijvoorbeeld, hè, dat die boeken in principe wel te bestuderen moeten kunnen zijn, maar dan alleen door een klein groepje van bijvoorbeeld academici, et cetera. En dat het eigenlijk misschien schadelijk zou zijn als buiten het kader van onderwijs of buiten het kader van dat kleine selecte groepje die boeken wel verkocht zouden worden. Dus eigenlijk dat het brede publiek er kennis van zou kunnen nemen. En dat is natuurlijk ook wel een belangrijk punt. Want naar wat voor soort samenleving gaan we dan? Als eigenlijk maar een heel klein groepje van academici of misschien andersoortige mensen, journalisten, et cetera, kennis kan nemen van dat soort lectuur. En dat het eigenlijk dat alleen maar dat soort personen dus in staat zijn om dat dan ook over te brengen. Ik denk juist dat als we kijken naar wat democratie is, wat het open debat is, dat het niet alleen belangrijk is dat academici of journalisten kennis kunnen nemen van die literatuur, maar dat inderdaad, zoals jij ook al terecht aangaf, Paul, dat het breed bestudeerd moet kunnen worden. En alleen dat we op die manier ook kunnen kijken hoe is het ontstaan, hoe kunnen we daar in de toekomst ons tegen weren, et cetera. En dat dat absoluut niet alleen maar een standpunt is van een klein groepje van journalisten of academici, maar dat dat echt zou moeten gaan om een brede discussie. Ja. Ja, inderdaad. Mijn schoonmoeder die heeft vroeger als bibliothecaris of bibliothecaresse gewerkt. En dat vind ik soms wel eens leuk. En dan vraag ik dus ook wel eens, hoe was dat vroeger eigenlijk in de bibliotheek? Wat lenen jullie uit, wat lenen jullie niet uit? En dan geniet ik altijd met name van de smeuïge verhalen. Dat vroeger stonden bepaalde boeken achter kippengaas. Dat waren dan ook soms een beetje pikante boeken. Maar er is natuurlijk een tijd geweest, daar zijn jullie eigenlijk te jong voor om dat direct te hebben meegemaakt. Maar ik heb dat nog wel een beetje meegemaakt. Er is natuurlijk een tijd geweest dat de boeken van Jan Kramer en van Jan Wolkers, dat was eigenlijk allemaal een beetje problematisch. Of dat überhaupt wel gelezen kon worden en door wie het gelezen zou kunnen worden. En ik heb het niet meer zelf, ik ben 64, maar ik heb het niet meer meegemaakt zelf dat dus de tijd van in de openbare bibliotheken de boeken achter kippengaas. Maar dus weer mijn schoonmoeder weer wel. En de vraag natuurlijk, ja, die vraag die ze dan hier dus ook aandient. Dat is dat we, gaan we nou naar een wereld toe? Dat zou dan de vraag aan mevrouw Kuiken zijn. Ik neem aan dat ze daar een oplossing voor heeft. Want ze heeft die zaak tenslotte aangezwengeld. Gaan we dus nou eigenlijk naar situatie toe waarin je dus, als je dus die dagboeken van Goebbels gaat bestellen bij bol.com, dat je moet identificeren en dat ze dan moeten gaan checken van, oh, die cliteur, die zit, die doseert politieke filosofie en rechtsfilosofie aan de Universiteit van Leiden. Ja, die kan dat wel lezen. Dat kan hij wel aan. Hè? Dus die wel. Maar iemand anders van een obscuur extreemrechts groepering die boeken dan zou gaan lezen en daar misschien door geïnspireerd zou kunnen raken. Nee, die doen we dat niet. Dat vraagt nogal wat. Hè? Dan ook louter op vanuit het oogpunt ook van de organisatie, denk ik dat... maar goed, er is natuurlijk ook een groter, en dat is eigenlijk een beetje een groter, ja, principieel moreel punt is er aan de orde. En dat is eigenlijk, heb je eigenlijk het recht om te lezen. We hebben het heel vaak over the right to freedom of speech, of freedom of expression, maar is er ook zoiets als the right to read? Ik heb zelf eens een boek gelezen van iemand die dan helemaal dat vanuit die, dus vanuit die invalshoek benaderde en die hield een pleidooi voor het recht om te lezen, om kennis te mogen nemen van de opvattingen van anderen in deze wereld, ook als dat hele gekke opvattingen zijn, maar om die zelf te wegen, om die zelf te beproeven op hun consistentie en op hun morele waarde. Ook dat is een bepaald basaal grondrecht. En als je zou zeggen, nou nee, dat vinden wij eigenlijk niet, want wij vinden dus dat er alleen maar gelezen mag worden wat op een bepaalde manier een bepaalde betamelijkheidstoets kan doorstaan, in wat voor vorm dan ook. Dan is natuurlijk echt de volgende vraag. Ja, wie zou dat dan moeten gaan beoordelen?
Mm-hmm. En een van de mooiste vragen die mijn intellectuele held Christopher Hitchens dan zei, voor een volle zaal waar hij dan een toespraak zei. En die zei, wie zou jij nou, of wie zou u nou het recht willen geven om voor u te bepalen wat u mag lezen? Want dat is dan de vraag, wie? En dan, dan zegt natuurlijk niemand, ik vind dat we dat wel aan de overheid kunnen overlaten. Of ik vind dat we dat wel aan de katholieke kerk kunnen overlaten om dat te bepalen. Of ik vind dat wat ik mag lezen, dat wil ik eigenlijk altijd wel eerst even laten toetsen door wat de imam ervan vindt. En als de imam zegt, dat mag, dan mag ik het lezen. Weet je, dat zeggen mensen nooit. Dus ze doen vaak ook, als ze dus verontwaardigd zijn over het feit dat er allemaal literatuur vrij verkrijgbaar is met een immorele inhoud, dan doen ze toch ook vaak een beetje voorstellen waarvan ze niet helemaal weten wat de praktische consequenties daarvan zouden moeten zijn. Je zou dus aan mevrouw Kuiken moeten vragen, dat is de laatste keer dat ik het zo noem hoor, maar dan zou je aan mevrouw Kuiken kunnen vragen, mevrouw Kuiken, wie vindt u nou dat voor u mag bepalen welke boeken u mag lezen? Is dat de katholieke kerk, of is dat de Nederlandse overheid, of is dat het bestuur van de PvdA of zo, weet je wel? Die vraag zou je er eigenlijk moeten zeggen. En als zij dan zegt, dat laat ik graag uit over aan het bestuur van de PvdA, dan heeft ze zichzelf eigenlijk onder curatele gesteld. En is dat een consequentie die ze ook daadwerkelijk wil nemen. Ik vraag me dat wel af. Terecht. Ik moet ook denken op basis van wat jullie twee zeggen aan Ortega y Gasset, die schrijft op een gegeven moment als iets een ideaal, als een ideaal werkelijkheid wordt, dan stopt het een ideaal te zijn. En dat is ook wel een beetje een soort van mijn angst op het moment dat je dus dit soort boeken gaat verbieden, in het verlengde denk van wat jullie zeggen. Op het moment dat je, Paul heeft het net over het kwaad, op het moment dat je het kwaad niet meer tot je kunt nemen, begrijp je dan nog, of ben je nog voldoende in staat om deel uit te maken van die weerbare samenleving of democratie, omdat je, kun jij nog wel goed begrijpen, waarom hebben wij de grondrechten die we hebben? Waarom is dat kwaad zo verwerpelijk? Dus ik denk dat ook een hele belangrijke reden is. Hè? Eigenlijk zoals Reis ook net zegt, van als jij los van de academische wereld, als jij Mein Kampf wil lezen, omdat je denkt van, verschrikkelijke man die Hitler, ik wil weten wat die vond en waarom, en dan kan ik daar met mezelf over nadenken, of met anderen over sparren, dan moet dat gewoon kunnen, denk ik. Ja, en er zou je al zeker niet dat recht, denk ik, ontnomen moeten worden door een groep mensen die dan nu controverse veroorzaakt. Want dat is ook wat we zien, hè? Dat die boeken allemaal verkrijgbaar waren en dat het eigenlijk allemaal niet een groot probleem was. Tot het een klein groepje eigenlijk begon standpij te maken over initieel dus boeken die het antisemitisch gedachtegoed of het nazistisch gedachtegoed dragen. Maar later dat zich ook meer uitbreidde naar inderdaad, wat jij al noemde, die confederatievlag die dan bijvoorbeeld te koop is. En dan ga je natuurlijk steeds een stapje verder. En dan kun je je afvragen van waar stopt het dan? En wie bepaalt dan uiteindelijk dus, de vraag die jullie net ook al aan de orde stelden, wie bepaalt dan welke boeken te krijgen zijn? Het lijkt er dan steeds meer op dat dus eigenlijk een klein groepje is van intolerante personen die steeds weer opnieuw aanstoot neemt aan een vlag, aan een boek, aan andersoortig materiaal. En dan begeef je natuurlijk op een hellend vlak als je daarin meegaat, denk ik. Dat is een goed punt dat je dit opbrengt. Misschien kunnen we daar nog eventjes bij stilstaan. Kunnen we dat hellende vlak, kunnen we daar nog eventjes misschien nader op ingaan? Wat is hier het gevaar van? Als ik mag. Kijk. In 2017 was dat, geloof ik. 2017 waren wij in San Francisco. Was ik verbonden aan de universiteit daar als visiting professor. En ik bezocht natuurlijk die Amerikaanse boekhandels daar in San Francisco. En dat ziet er allemaal een beetje hetzelfde uit als Nederland. En dat vond ik ook wel leuk. Daar staan dan, daar heb je diezelfde praktijk, die is daar heel dominant. Net als hier in Nederland in boekhandels, van die boekjes naast de kassa.
die ergeren mij altijd enorm. Boekjes naast de kassa. Hè? Daar liggen altijd dan boekjes van een bepaalde signatuur, doorgaans van een progressieve signatuur, waarvan de boekhandelaar vindt van nou, deze moet je eigenlijk lezen, hè? Deze boekjes. Dat zijn vaak helemaal niet bestsellers hoor. Dat wordt dan vaak gezegd, ja, die gaan als een speer. Nee, dat is niet waar. Hè? Altijd als er nog geen exemplaar verkocht is van het boekje van de burgemeester van Amsterdam, dan ligt het meteen in stapeltjes naast de kassa bij bepaalde boekhandels. En dat heeft er overigens toe geleid dat ik wel ook een beetje soms een afkeer kreeg van boekhandels. Hoewel ik er heel veel in mijn leven in boekhandels heb doorgebracht. Maar vond ik altijd wat ze in dat assortiment hebben staan, vond ik niet altijd divers, om maar een modewoord te gebruiken. Wat doorgaans niet wordt geprakticeerd, die diversiteit. Dus in die boekhandels, daar vind je soms een beetje een eenzijdig aanbod. Het leuke, en dan kom ik op bol.com, het leuke nou van bol.com en Amazon is dat je dat filter van die boekhandelaren, dat ben je in ieder geval kwijt, hè? Dat is het aardige. Je gaat dus, je kan vrij zoeken. Er komen allerlei boeken op je pad, ook door de algoritme en door je zoekgedachte. Dan denk je, hey, dat wil ik eigenlijk ook wel lezen. Je wordt ook gedwongen iets meer te gaan nadenken over welke boeken je moet gaan lezen. En het gaf mij ook wel, het geeft ook een zekere vrijheid. Mm-hmm. Maar goed, misschien is dat allemaal weer van korte duur geweest. Want wat we dus nu zien, met name ook aangestuurd door de Europese Unie, door allerlei maatregelen, overgenomen door het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat men vindt dat de content die er op internetfora wordt aangeboden, die moet worden gemodereerd, heet dat dan. Je ziet dat en je ziet dat ook weer, ook dus nu hier, dus met bol.com. Ik ben benieuwd hoe dat met Amazon gaat trouwens, want de Amerikanen hebben over het algemeen zijn wel iets meer geporteerd van de freedom of speech dan in Europa het geval is. Dus het zou kunnen zijn dat Amazon daar niet in meegaat, of misschien minder snel in meegaat, of in ieder geval, ik weet het niet, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat gaan, hoe dat zal gaan. Maar ik vind dit een zeer bedenkelijke ontwikkeling. En ik vind trouwens ook heel jammer dat de minister van Justitie, want Reijsa kwam net even met die vragen die er gesteld zijn aan de minister van Justitie, dat hij er niet echt iets, iets fundamenteels over wist te zeggen. Het was toch heel jammer dat de minister niet zei van, oh, wacht eens even, mensen, we zijn een democratie. Een democratie leeft bij de gratie van het feit dat de politieke leiders bekritiseerd moeten kunnen worden. Burgers zich moeten kunnen voeden met informatie. In West-Europese democratieën laten we ons dat niet zomaar afnemen. We hebben een situatie met eeuwenlang censuur hebben we achter de rug. We hebben de Inquisitie heeft zijn lange tijd zijn werk gedaan. Tot aan 1966 hadden we nog de lijst van de verboden boeken van de katholieke kerk. Alle boeken, zeg ik dan wel eens tegen de studenten, die we tegenwoordig als de grote werken van de politieke filosofie doseren, die stonden voor een heel groot gedeelte, stonden die op de index van de verboden boeken van de katholieke kerk. Hè? Boeken van Immanuel Kant en Thomas Hobbes. De boeken van Hobbes die werden nog verbrand in zijn tijd door de studenten op de binnenplaats van de universiteit. Dus er is zo'n lange geschiedenis van censuur en van het ontkennen van wat ik net de right to read heb genoemd. Dat is toch eigenlijk wel heel raar. Dat het nu toch een comeback maakt en dat de profielbepalende figuren, zoals de minister van Justitie, ons daar niet even aan herinneren door te zeggen van, ho, wacht eens even, mevrouw Kuiken. Oh, dat heb ik het toch weer genoemd. Mevrouw Kuiken, wacht even, mevrouw Kuiken, waar bent u? Ben allerlaatste keer. Wacht even, mevrouw Kuiken, waar bent u nou precies mee bezig? Realiseert u zich wat u aan het doen bent? Realiseert u zich dat u eigenlijk een bijdrage bent aan het leven, maar een hele misschien reactionaire manier van denken waarvan u de consequenties onvoldoende op u hebt laten inwerken? Dat is nou, wel... Het tegenovergestelde blijkt het geval, want ondertussen heb ik even de tekst erbij gepakt. Die was ik net even aan het zoeken, wat de reactie is geweest van Grapperhaus onder andere. En dit vond ik zelf een heel opvallend citaat. Ik citeer dus, iedere burger moet zich een volwaardig burger
moeten weten. Ja, sorry, dat iedere burger zich een volwaardig burger moet weten en voelen. En gevrijwaard moet blijven van discriminatoren, uitlatingen en handelingen. Dus er zitten eigenlijk twee belangrijke, denk ik, implicaties hier aan. Ten eerste wordt er eigenlijk vrij duidelijk aangenomen van, nou, het gaat dus om discriminatoren uitingen. Dus dat staat verder niet ter discussie. Dus dat is allemaal verkeerd, daar hoeven we het niet meer over te hebben. En daarnaast dan ook nog van, goh, moeten we niet met elkaar dus het debat voeren? Precies, Paul, wat jij net al aangaf over de aard van die uitingen en dat we daar kennis van moeten nemen om daar een antwoord op te geven. Nou ja, dat censuur, dat hele verhaal, dat komt dus allemaal niet aan de orde. Maar eigenlijk is het goed, dat is wat Grapperhaus hier lijkt te impliceren, dat soort werken, die zijn discriminatoren, die zijn allemaal slecht, dat dus, ja, dat we daar juist niet meer met elkaar over in gesprek moeten kunnen treden. Dat is in ieder geval hoe ik het interpreteer. Dus hij lijkt zich juist heel erg te verhouden tegen de lijn die jij hier net, denk ik, heel terecht verdedigt. En ja, hij roept haar zeker niet terug. Ik heb ook wel een beetje moeite met het woord voelen in de context van discriminatie, hè? Want, ja. Want zoals hij dat net verwoordt, want ik had deze er even nog bij gepakt. Ik hoop dat hij niet, hij is niet in spiegelbeeld. Douglas Murray, hè, The Madness of Crowds. Ja, ja. Misschien als ik dit lees, voel ik me wel gediscrimineerd. Dit boek. Vind Absoluut. Ik het ontzettend racistisch, seksistisch, nazistisch, fascistisch, verschrikkelijke auteur. Ik wil dat dit boek wordt, ik wil het niet, hè, als je disclaimer. Ik wil niet dat het wordt gecensureerd. Maar misschien vind ik dat wel, omdat ik me gekwetst voel. Omdat ik vind dat het discriminator is. En dat vind ik moeilijk aan die uitspraak van Grapperhaus hier. Dat het wordt heel subjectief gemaakt. Ja, het zou inderdaad. Het is te veel een beetje van, hoe heb je dat ervaren? Heb je dat boek gelezen? Hoe heb je het ervaren? En was je er? Je voelde je niet veilig bij het lezen van, dat is ook een term, je voelde je niet veilig bij het lezen van het boek? Nee, ik voelde me erg onveilig bij het lezen van het boek. En waarom dan? Nou, ik las allemaal dingen die mijn hele wereldbeeld overhoop hebben gehaald. Ik was eerst een heel orthodox gelovige. En toen ging ik Christopher Hitchens lezen en Richard Dawkins. En toen begon ik ineens te twijfelen aan mijn geloof. Oh, hemeltje. Ja, nee, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Je moet, weet je wel. Dat kan een beetje gebeuren. En dat is, ik denk dat dat het tegendeel is van juist de academische houding en de academic spirit, die tot uitdrukking komt in een mooi citaat in de, we zijn allemaal verbonden aan de Universiteit van Leiden, dat de Universiteit van Leiden, die werkt onder het presidium libertatis, onder het banier van de vrijheid, zeg ik dan maar even, van het vrije onderzoek. Wat ook tot uitdrukking komt in een prachtige uitspraak van een andere intellectuele held van mij. Christopher Hitchens is er één, maar nu komt een tweede. Karel van het Reven, van wie een uitspraak is aangebracht op de muur van de Leidse Faculty Club. Die is daar aangebracht door voormalig rector Paul van der Heijden, of die heeft het laten aanbrengen. Ja, zelf niet staan te schilderen op die muur natuurlijk, maar hij heeft daar opdracht voor gegeven om die uitspraak van Karel van het Reven daar te laten aanbrengen. En dat is dat Karel van het Reven dan zegt dat hij gelooft dat het niet de beste manier is om een mening te bestrijden, de uiting daarvan te verbieden. He, dus het is niet de beste manier om een mening te bestrijden, om de uiting daarvan te verbieden. En dat is een paar dingen zijn er interessant. Eén, het is helemaal in overeenstemming met het Presidium Libertatis. Twee, een Leidse rector heeft dat daar laten aanbrengen. Drie, daar zit dus de academische gemeenschap aan de lunch, die zit naar die uitspraak te kijken. En ik vestig altijd de aandacht op die uitspraak als ik gasten heb. En dan zeggen, kijk daar, ook gasten uit het buitenland. Dan vertaal ik het altijd eventjes. Mm-hmm. En de vraag is natuurlijk hoe lang dat daar nog kan blijven hangen, want dat is niet bepaald de geest van het antwoord van minister Grapperhaus. En het is ook niet, ik mag de naam van die mevrouw niet meer noemen, maar die was daar eens gaan klagen over het boekenaanbod bol.com. Dus ja, daar zou dan eigenlijk een dikke streep door moeten en daar zou iets moeten komen te staan van, we moeten niet alleen misschien de boekhandels gaan zuiveren van boeken met een onbetamelijke inhoud. Niet alleen de internetboekhandels het onmogelijk maken of moeilijker maken om die boeken te verkopen, maar, en daar hebben we nog niet over gehad, maar zelfs misschien de bibliotheek, onze universiteitsbibliotheek, gaan zuiveren van boeken. Want
ik neem toch aan dat al die boeken die bol.com nu moeilijker verkrijgbaar maakt of uit het assortiment haalt, ik mag toch hopen dat die nog wel in de universiteitsbibliotheek liggen. Eerlijk gezegd weet ik dat dat het geval is, want nee, ik heb het niet verder zo gelezen. Wel. Maar dat zou dan, maar daar kan je natuurlijk ook van afvragen van, hey, kunnen eigenlijk die studenten, want die hebben dan een pasje om daar te mogen lezen, kunnen die op hun 19e, 20e, 21e, kunnen die dat wel aan om die boeken te lezen? Hè, neem bijvoorbeeld ik weet bijvoorbeeld van één boek dat er wel verkrijgbaar is. Ik zeg het met enige aarzeling, want ik wil natuurlijk niet dat er snel een bibliothecaris naar een schap gaat rennen om dat daar weg te halen. Maar goed, ik neem het risico en ik vertrouw toch een beetje op de academische houding van de bibliothecarissen. Kijk, ik weet bijvoorbeeld van één boek, daar is de correspondentie tussen Alexis de Tocqueville en Gobineau is daarin te vinden. Waarin dus Alexis de Tocqueville met Gobineau, Gobineau is een Franse, ja, ik moet helaas zeggen, grondlegger van de rassenleer, is aan het discussiëren over racisme. En Tocqueville ziet daar helemaal niks in die rassenleer. Die vindt het helemaal verkeerd. En Gobineau, ja, die ziet daar wel wat in. En die wil dus dat proberen te verdedigen dat er verschillende rassen zijn met verschillende bepaalde eigenaardigheden. Nou, het is een hele interessant om die correspondentie te lezen. Die heb ik ook gelezen. En zou iedereen moeten lezen om zelf te kunnen bepalen dat Tocqueville daar toch de beste argumenten heeft en niet Gobineau. En als je zegt, dat willen we niet, want we weten al dus dat Tocqueville de winnaar is. Maar dan weet misschien deze generatie dat dan, maar de volgende ook weer, of moet de volgende toch ook weer niet opnieuw beginnen om ieder voor zichzelf die afweging te maken waar je staat in het leven. En dat was een beetje punt dat ik net maakte eigenlijk, ja. Ja, ik denk dat dat zeker belangrijk is. En vooral ook weer gelet, want dat is precies dat hellend vlak wat ik net al aanhaalde. Kijk, nu richt die controverse zich naar bol.com. Of de controverse richt zich misschien tegen een bepaalde debatleider in een academisch of meer een open publiek debat. Maar straks zou dat inderdaad kunnen zijn dat het zich richt tegen een bibliotheek. Het zou zich potentieel tegen heel veel dingen kunnen richten. En dat is natuurlijk een beetje de vraag. Moet je dan die groepen die controverse veroorzaken, of dat nou richting bol.com is, of richting een debat, of richting een bibliotheek, een universiteit, moet je die dus steeds maar weer een hand toereiken en zeggen, het is inderdaad heel vervelend dat u zich misschien beledigd voelt, of dat u in uw gevoelens bent gekrenkt. En dan gaan wij ervoor zorgen dat het in de toekomst niet meer gebeurt. Ja, dat is natuurlijk wel, denk ik, de verkeerde weg waar we dan op zitten. En daar zou ik ook zeker tegen pleiten, ja. Paul heeft ondertussen een boze Atje Kuiken voor de deur staan, denk ik. Nee, we zitten over die bibliotheken te praten. En dan zitten we, wat ligt er wel en niet in de bibliotheek? We hebben het nu over een universiteitsbibliotheek, maar je hebt natuurlijk ook de zogenaamde openbare bibliotheken. Mm-hmm. Toen ik een jongetje van 16, 17, 18 was, heb ik me daar ook heel veel, ben ik in die openbare bibliotheken geweest, om daar boeken te lenen. En ja, dan ga je dus ook een beetje op ons. Ja, wat moet je nou uit die schappen gaan pakken? Nou, openbare bibliotheken die laten zich voorlichten door een speciale organisatie die dan informatie geeft over die boeken. Dat is de aanschafinformatie. Ik weet even niet meer hoe die organisatie nu heet. Hè? Biblion. Biblion. Oh ja, Biblion. En nou had ik zelf een boek geredigeerd, dat is dit boek. Diversiteit, identiteit en de culture wars. En ik zat op een gegeven moment thuis en ik kreeg dan zo'n recensietje van Biblion. En die recensent, ja, dat was een hele tendentieuze recensie. Het was eigenlijk meer een waarschuwing, hè? Van mensen, pak dit boek alsjeblieft niet, want het lucht van mijn kanten, totaal verkeerde informatie. Dus dat boek, dat werd eigenlijk afgekraakt. En dan gaan die bibliotheken dat niet aanschaffen. Ja, dat is eigenlijk helemaal een beetje ook in de lijn met waar we het hier nu bespreken. Overigens, daarna hebben ze dus dat wel weer, ik heb toen een stukje in Bartje schrijft voor TPO, ik heb toen voor TPO een stukje over geschreven, ik heb die recensie van deze persoon, die heb ik, ja,
was ook kwalitatief allemaal erg slecht. Nou, toen is Biblion er wel weer op teruggekomen. Zeg, oh nee, helemaal, we gaan het nog bij iemand anders uitzetten. Maar het is een merkwaardig soort van, ja, het is een merkwaardig soort herleving van toch een beetje de geestesgesteldheid van de Inquisitie, die je moet gaan vertellen welke boeken wel en niet gelezen mogen worden. En dat is nou zeer bedenkelijk. Precies. Ik wil nog even... Ook nog naar je vlaggen, hè? Je vlaggen moeten we ook nog even naartoe, want dat is heel anders. Voordat je dat stapje maakt, wil ik nog één opmerking maken. Want ik denk dat het dit boek is, maar corrigeer me als ik het verkeerd heb. Je vertelde net dat hele mooie verhalen over die boekwinkels en over hoe er toch nog bepaalde mate is van filtering, van welke boeken krijg je aangeboden. Ik vond dat Renzo Verwerres had, denk ik, die heeft een heel mooie tekst geschreven in een van jouw bundels. En dat zou deze kunnen zijn. Ja, dat is deze. Over hetgeen wat jij net vertelt. Dus dat wil ik de kijker nog even meegeven. Van, mocht dat nou uw interesse hebben, Renzo Verwerres, daar vond ik een hele mooie bijdrage geleverd. Ja. Over eigenlijk hetgeen dat jij net zegt, Paul. Ja, Renzo werkt zelf in een boekhandel. Die kent dat inderdaad ook. Die weet ook dat er ook in die boekhandel toch wel een natuurlijk altijd een keuze wordt gemaakt. Maar die heeft er inderdaad een mooi stuk over geschreven in die bundel Diversiteit, Identiteit en de Culture Wars. Want daar zitten we dus middenin. Ja. Het is een Culture Wars waarbij sommige mensen dus denken te weten wat andere mensen mogen lezen. En dat... ik hoop dat ze daar niet ver mee komen met die ambities. Maar het rukt wel op, moet ik heel eerlijk zeggen. Laat ik er dan twee mag hebben of anderhalf of zo. En dan moet Reisa de rest hebben. Ja. Ik wil niet zeggen dat alles maar verkocht... Kijk, die vlaggen is een ander verhaal. Ik kan me voorstellen dat er bepaalde dingen niet verkocht mogen worden. Er mag geen vergif verkocht worden. Ja? Er mogen geen moordwapens verkocht worden. Er mogen geen messen of alleen binnen bepaalde restricties verkocht worden. Dus ik begrijp ook wel dat er bepaalde beperkingen aan zijn. En ik begrijp ook zelfs wel dat er een zekere mate van censuur gepleegd zou kunnen worden. Ik bedoel, handleidingen voor pedoseksuelen, hoe je onschuldige kinderen kan martelen, dat is nou niet bepaald iets waarvan je zegt van nou, dat kun je allemaal aan het vrije oordeel van mensen overlaten. Dat begrijp ik dus allemaal wel. Ik denk alleen dat we nu in een situatie zitten waarin dat veel en veel en veel te ver gaat en waarin er gewoon een ambitie is om politieke tegenstanders te censureren nu aan de orde van de dag is. En dat is heel gevaarlijk. Ja, en je kan je afvragen, wat betekent dat als je dan zo'n confederatievlag wel uit het assortiment haalt, maar andere vlaggen, communistische vlaggen of et cetera, dat je die erin houdt? Wat impliceert dat? Ja. Zeg maar? Misschien kan Reijzer daar nog even op ingaan. Nou, dat is dus inderdaad een heel interessant punt, waarbij je ook duidelijk ziet dat dus inderdaad die pressiegroepen die nu natuurlijk ook profiteren van zo'n momentum van zo'n organisatie als een Black Lives Matter en dat soort achtige zaken, dat die dus heel erg in staat zijn om een stempel te drukken nu op dat aanbod in die boekwinkels. Dus inderdaad, we noemen al een aantal voorbeelden. Het is wel een communistische vlag, maar het is geen confederatievlag. Het is wel het handvest van Antifa, maar het zijn andere boeken die meer het antisemitisch of nazistisch gedachtegoed dragen, zijn het dan niet. En dan zie je dus dat eigenlijk daar ten eerste een hele veel druk komt te liggen op bibliotheken, boekhandelaren, een publieke omroep bijvoorbeeld als het gaat om het debat, om eigenlijk pal te gaan staan voor het vrije woord en pal te gaan staan voor de verkoop van dat soort artikelen. En dat eigenlijk steeds meer onmogelijk wordt gemaakt door een kleine groep die in staat is heel veel controverse te veroorzaken. En dus eigenlijk, ook al ziet bol.com het misschien niet zo, maar in staat is om bol.com eigenlijk ook een bepaald politiek standpunt te laten innemen. En dat is eigenlijk de vraag die terecht ook aan de orde komt. Van ja, wat zegt het nu dat zo'n communistische vlag nog wel te koop is, maar die confederatievlag niet? Mm-hmm. Dat is heel bedenkelijk, denk ik. En daar moeten we met elkaar ook zeker vragen over stellen. Ik denk dat mooi is om met die vragen ook te eindigen, voor nu. We kunnen hier nog uren met z'n drieën over doorpraten, volgens mij. Ja. We willen de kijker ook niet te lang vermoeien. Dus wellicht dat er een deel 2 komt. We zien het wel. Ik wil in ieder geval Reijzer en Paul heel erg bedanken voor jullie tijd en input.
volgens mij hebben we een leuk gesprek gehad met z'n drieën. En ik hoop voor de kijker dat hij er wat aan heeft. Heel erg bedankt voor het kijken en tot ziens. Dankjewel. Tot ziens. Ja, was heel, heel fijn. Mooi.